Dus ja, we laten niet met ons zollen. Wij helemaal bezodemieterd. Want anders had ik gezegd van ik moet de telefoonnummer hebben van zijn begeleiding. Zorg even dat ik dat krijg, want dan ga ik er achteraan in. Anders ja, dan bel ik de woningstichting op. Ik moet met spoed andere sloten erin, want ze kunnen in mijn huis komen. Maar ik heb nog wat leuks gekocht voor kerst. Maar niet om dit jaar te gebruiken, maar om het andere jaar te gebruiken. Ik heb twee pakken van gekocht. Nou, dat gaat gewoon naar boven. Een hele, hele goede, ja, namiddag. Het is 4 uur, lieve vrienden. Ja, I'm so sorry. Het is 4 uur en ik haal jullie er nou pas erbij. Ik ben ook lang niet in orde, want boeh, ja. Ik ben met knallende hoofdpijn wakker. En gelukkig is het al wel wat gezakt, maar nog niet echt dat ik zeg van woepie, nee. Maar in ieder geval, we leven vandaag op woensdag de 22e. We moeten nog te stemmen. Ik kreeg net al een telefoontje van Karin, die heeft de plicht al gedaan. Ik moet dus nog, maar ik ga zo eventjes zien hoe laat leven we. Ja, die heeft bijna 4 uur. Ik heb al 4 uur geweest. 15:59. Ja, en het is de 22e van de 11e 2023 en op woensdag allemaal. En ja, waarom ik zo ben? Nou ja, wat is er gisteren gebeurd? Ik heb Sky dus de deur uit moeten zetten, want ik laat me niet uitschelden voor kankermongool en weet ik voor wat nog meer. En dat ik de deur open heb laten staan. Nee, ik ga dus morgen vroeg er niet uit. Dat heeft hij gedaan. Dus ja, en hij wil mijn sleutels niet teruggeven en mijn reservebos. Dan stel je voor dat ik die verlies. En dan kan ik er niet in. Ja. Dus ja, hij wil ze niet teruggeven, maar ik ben blij met mijn begeleider. Die heeft gisteren gelijk die kant opgebeld waar hij begeleiding van heeft. Ja. Dus ja, we laten niet met ons zollen. Wij helemaal bezodemieterd. Want anders had ik gezegd van ik moet de telefoonnummer hebben van zijn begeleiding. Zorg even dat ik dat krijg, want dan ga ik er achteraan in. Anders ja, dan bel ik de woningstichting op. Ik moet met spoed andere sloten erin, want ze kunnen in mijn huis komen. Dus ja, oprotten. Ik vergeet mijn oorbellen trouwens. Helemaal door de toestanden. Nou, vreselijk. Wie gaat er nou met een ouder iemand zo om, snotbriebel? 25 jaar is die, hè? Nou, Amoula. En het is nog steeds een meisje, hè? Het is niet eens die jongen, maar ik weet zijn meisjesnaam niet uit mijn hoofd. Dus, ik vind het vreselijk. En ik heb Patrick wel weer aangeschreven, maar ik mag van Sky, mag ik Patrick dus niet inlichten of wat dan ook. Hallo, jullie hebben een relatie, dus jullie mogen toch van elkaar weten hoe en wat? Ja. Maar in ieder geval, ja, het zit me tot hier. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Ik hoop het zo, hè. Ja, ik hoop het. Als jullie in mijn schoenen zouden staan, wat zouden jullie dan doen? Dat wil ik ook wel eens van jullie weten. Zet het maar hieronder, reageer maar. En niet op Facebook, nee, reageer alsjeblieft op mijn kanaal, mijn YouTube-kanaal. Corina met I-E-C-O-R-I-E-N-A en de Beestenbol, ja. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, het is roetje koud, dat weet ik al.
hij zegt daar 9 graden, maar ik heb van boven, daar staat 3 graden en ik heb boven heb ik het gevraagd en toen hoorde ik ook andere dingen. Dat het 8 graden was, maar vanwege de wind voelde het aan als 4. Dus ja, dat dus. Hij zegt hier 9 en op Google Hub ook 9 en op de computer zegt hij 3. Ik zal even wisselen. Even verversen. Ja, dat doet hij nog niet. Nee, tuurlijk niet. Ik heb dat apparaat nog niet eraan. Ook dat nog. Even uitbeelden. Ik moet even nog een apparaat, een andere harde schijf aan mijn computer koppelen. Maar dat is niet een interne, maar een externe harde schijf. Het is zo. En dan moet het straks allemaal daarop weer lukken. Ja, dat hij wanneer één schijf echt knalrood is. Ja. Dus. Maar oké, maakt allemaal verder niet uit. Ja, dat moet ik ook nog doen. Kijk, daar is hij geloof ik al. Eens even koeken loeren. Dan moet hij hier nog bij komen. Bij willen komen, ja. Daar komt die groene balk al aangelopen. Ja, echt, moet je kijken. Naar Boetzee, die is knalrood. Die was ook rood, maar die kan ik af en toe zelf wel weer blauw krijgen. Nou, en dan zet ik het daar in. Maar daar, dat is de nieuwste. En daar moet hij eigenlijk in. Maar ik weet niet wat. Anders, ja, dat dus. Dan heb ik totaal geen kaas gegeten. Helemaal niet van een computer. Iedereen denkt maar dat ik handig ben met een computer. Nee, ik ben niet handig met een computer. Ik ken geen Engels, niks. Het is allemaal meestal Engels. Waar ik handig in ben, dat zijn een aantal programma's. Dat is al. En dat heeft niks met een computer te maken, maar een programma. Ja, dat is... Die plaatjesbewerker, hoe heet dat ding? Coral Paint Pro keer 9, daar ben ik handig in. Dan ben ik handig in met Kools Water Reflections. En ik ben handig in Animation Shop 3. Ja. Nou, dat zijn er 3 en dat heeft met plaatjes te maken. En ja, dan nog om een film in elkaar te zetten, dat deed ik ook nog. Ja, nou, dat is al. Maar oké, lieve vrienden, ik ga mij klaarmaken voor om met de meisjes uit te gaan, de kou in. En dan nog te stemmen. Dat is al wat ik moet doen. En ik ben blij dat het stembureau te laat open is, dus ja... Maar we gaan er wel vandoor, anders red ik dat ook allemaal niet. En dat moet wel even. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is grijs, grauw, het is koud. Dat kleed je goed aan. Ik zou zeggen, tot later. Ja, we zijn er weer. Ik ben, nou ja, jullie weten dat ik was te laat uit. Het is nou 17:50. Ik heb de meisjes dus uitgelaten. Dat ik terugkwam, heb ik de boel klaargemaakt om te gaan stemmen. Dus ik ben ook wezen stemmen. En toen heb ik de stad aan het doorkruisen geweest, want ik moest ook nog weer kattenvoer hebben. Nou, daar kon ik gisteren echt niet meer bij. Maar ik heb nog wat leuks gekocht voor de kerst, maar niet om dit jaar te gebruiken, maar om het andere jaar te gebruiken. Heb ik 2 pakken van gekocht. Nou, dat gaat gewoon hup naar boven. Dat zijn mijn handschoenen, die moeten er even uit. Ik had een doos gekocht van de week en toen dacht ik dat het voor mannen was. Maar het was voor vrouwen. Dan heb ik wel een andere doos gekocht en dat is wel voor mannen. Dus ja. Nee. Dat wordt voor Janneman. Ja, Janneman. En welke Janneman? Nou, er zijn er zoveel. Ja. Dat gaat de koelkast in. Lekker. Dat is weer het anders nog een bak. Ja toch? Hoppata.
En ik heb ook weer knabbeltjes meegenomen. Die gaat hier maar in. Dan heb ik nog wat meegenomen, ook voor onder de kerstboom. Zelfde prijs dan dit, hè? Dan deze doos. Zelfde prijs, dus ja. Ook voor iemand onder de kerstboom. Bovenhek al cadeautjes voor begeleidingen. Die krijgen alle drie hetzelfde, maar ja, toch anders. Wel hetzelfde. Maar ja, ze hebben vorig jaar allemaal een kaars gekregen met een gedicht. En nou krijgen ze het is een doosje, het is een set, 4 of 5. Van die glazen dingetjes met waxinglichtjes erin. Nou, dan heb ik een glue. Ja, een glue. Ik heb een normale. En ik heb een blikje kattenvoer. En deze heb ik bij de Vibra vandaan. Batterijtjes voor in deze telefoon. Want in deze telefoon zitten batterijtjes die je weg kan gooien. Dat mag eigenlijk niet in een telefoon. En van deze schrok ik. Die kostte 17 nog wat. Maar ja. Hij zit een hee ook wat. Die gaan vele malen langer mee. En dan heb ik een zak kattenvoer. Nou, dat komt vanzelf al boven, want morgen is donderdag. Ook staan er in de schuur 2 zakken kattengrit. Dus ja, komt wel boven als morgenmiddag weer komt. Ja. Dus ja, dat dus. De hele stad doorgevlogen. Eigenlijk wou ik goedkope batterijen. Ik zit vast aan mijn stoel. Maar ja, dan moet ik helemaal naar de Action. En dan was ook maar de vraag, heb je ze wel of heb je ze niet? Ja, normaal horen ze die wel te verkopen, de Action. Maar ze kunnen ook eens een keer opwezen. Ja. Dus, dat dus. Hoppakee, staat die tattoo vandaar. Dan moet ik toch even zo gaan. Anders gaat het niet. Hop. En die kan daar naartoe. Die gaat naar achteren. En die gaat daar. Ja, en ik dacht dat ik nog patat had liggen. Dus ik ga straks een patatje in de oven gooien. Dat kan daar naartoe. En dat kan ook daar naartoe. Ja. Kerstspullen kunnen ook voorlopig naar boven. Gaat ook morgen gedaan worden. Want ja, het is nog geen december. Dat duurt nog 2 weken, 1,5 week, weet ik veel. En het is pas na 5 december zover ik weet, de bloemist takken krijgt. Dus ja. Dus dat dus. Nou, handschoenen gaan daarbij. Hoppata. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Hup, jij zo. Jij ook zo. Ja, ja. Ja, ja. Meisje. En dat moet ik ook naar boven doen. Die dozen. Want hier heb ik die ene doos. Die, oh, het moet allemaal naar boven. Dat moet hier beneden blijven. En dan neem ik. Ja, dat kan ik doen. Dan pak ik zo'n ander tasje. Zo, die hebben we ook nog. Ja, dan gaan we gelijk het plakketje eraf halen. Nee, is niet voor jou, is voor een ander. Komt onder de kerstboom. Ja, komt onder de kerstboom. Is niet voor Elwing. Nee. Is niet voor Elwin. Nou, dan gaat die hier al op. Moet die wel willen. Tasje open. Ga je nou weg met die snotkoker? Trinola? Dan ga ik eventjes ook die andere doos pakken. Kijken of die er al plakketje er al af is. En dan kan die er ook bij in. En ja,
Hup. Want ze hoeven het niet te zien als ze op de visite komen, hè? Nee. Ja, die was er al af. Ja. En deze moet het, eentje weet al dat er cadeautje ligt onder de boom. Niet nu, maar wanneer? Vlak voor de kerst. Eentje weet het al, maar de ander weet het niet. En nog een ander weet het niet. Degene die dit krijgt, die weet het. Ja, en wie het kleine niet eert, is het gutte niet weet, maar het is even duur, allemaal. Ik heb dezelfde prijs aangehouden. Ja. Nou, dan laat ik dat gewoon hier weg. Ik heb dat vannacht mee. Als ik naar mijn bedje toe ga, die moet hier in. Nou, dan doen we. Hup. Ja, morgen brengen en overmorgen halen. Oepie. Dan moet ik deze hebben. Ja, hup. Deze, die kan ik weggooien. Deze, dat zijn oplaadbaar. En dat moet eigenlijk ook in een telefoon. Maar ja, als je op een moment niet anders hebt. En er moet wel een nieuwe in, omdat de oude op waren. Gewoon op. En dan doen ze het ook niet meer, hè. Gosje. Ja, kan dat zometeen. Even zien hoe dat zit. Jeetje, ik zie het niet. Ja, morgen. Die moet zo. Dan moet deze zo. Is die nog leeg ook? Dat mag toch niet voorkomen? Mag toch niet voorkomen leeg? Behoren ze toch vol te zijn? Ik ga even onder het grote licht. Kijken of het dan inderdaad nog goed is. Gastje, denk ik. Ja, dat moet het puntje naar beneden. Hij is leeg, geeft hij aan. Mag niet voorkomen. Mag niet voorkomen in mijn ogen. Ja. Hij gaat gelijk laden nou. Nou. Kan er niks aan doen. Dus. Voilà. En dan wil er eentje erin. Maar ik kan er niet bij, denk ik. Met mijn stoel en al. Of ik moet me uitrekken. Ja, dat gaat goed komen. Ja. Oh. En nog steeds hoofdpijn, hè? Ja. Het is op en neer. Ja. Ja. Wou jij snoepjes? Ja. Wou jij snoepjes? Zal vrouwtje snoepjes pakken dan? Je hebt ook nog een stokjes, hè? Ja, je krijgt wel een stokje. Kijk eens. Ja, het is het grote kind. Hoppata. Kijk, dat is zo'n stokje. Nou, dat is hem te groot, dat pakt hij niet aan. Moet die stukjes breken. En dat doen we dan ook. Ik zal ook gelijk een zakje met snoepjes pakken, want dat is op. Ja, kind. Kom maar. Kom dan. Oh, lekker. Lekker, hè, kind. Is het lekker? Jo, nee, wil je niet ergens zien, kind? Maar nou. Nou, moe. Nou, dan ruim ik het weer op in een zakje. Ja hoor, werk makkelijk in. Ja, eventjes opruimen weer, of niet? Nee, moet je niet. Dan gaat het in een zakje hoor. Dan krijg je dat straks wel. Ik zal ook trouwens even goed snoepjes pakken.
zoals ik al zei. Ja, daar ben ik makkelijk in. Ja, kind. Kijk op een zakje. Nee. Wat is dit? Oeh. Het valt ook nog. Dit is nog voor jullie. Ja. Dit is nog voor jullie. Zijn jullie lief geweest dan? Zijn jullie allebei lief geweest? Die is voor Rijka. En deze is voor Elwing. Night and night. Denk maar eventjes heel goed na. Hij is nog, komt nog bij Big Bazaar vandaan. Ja. Dus. Hé? Ja. Echt waar. Zo dan, voilà. Nee, jij komt nou niet meer naar buiten, meneertje. Nee, het is donker. Ja, het is donker, dan kom jij niet naar buiten. Dat doen we toch niet? Nee. Hé, hallo. Dat doen we niet, hoor. Nee, doen we niet. Ik ga koffie maken. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Hup. Dat kind trouwens nog weg. Plakketjes van de prijsjes. Nee, je komt niet naar buiten. Nee, nee, nee. Kan dat? Nee. Hij zal wel eten moeten, denk ik. Moet je eten? Nou. Ik ga eens even bekijken of hij inderdaad eten moet. En dan zal ik een kaartje twee nieuwe batterijen geven. En die kan hij in de la. Die zijn nog niet leeg. Hoppata. Dus ja, dat gaan we doen, lieve vrienden. Een bakje koffie. En zometeen een hapje eten. Ik denk gewoon weer een broodje, want ik ben echt niet heel... Ja, of patat, één van die twee. Ik weet het nog niet. Zie je het wel. Maar in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ja, we zien het wel. Ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer laat. Ja, hoe laat, weet ik niet. Waar is mijn telefoon? Daar. Zo, eventjes kijken. Hoe laat, want ik heb de computer al uit. Maar mijn beeldscherm nog niet. Dan zullen we die er even bij halen. Het is 2:06 in de nacht van woensdag op donderdag. Ja. Ik ben helemaal vergeten jullie er vanavond bij te halen. En de reden daarvan is ja, dat ik de wc weer aan me vast kan binden. Ja, ook dat nog. Ik heb al twee Noritin ingenomen en straks neem ik er nog één in. En Mario die is geweest, daar krijgen jullie natuurlijk de groeten van. Logischerwijs. En we gaan nu een beetje toe. Computer ik al uit, televisie ik al uit, de rest moet eruit. Ik ga een kruikje klaarmaken, want ik heb steenkoude voeten. Terwijl de kachel op 22 staat, want die heb ik nou wel aan. Maar ik heb het koud. Ja, nou, buikgriep weer, hè. Ja, dan heb je het koud. Maar ja, dat is bij mij ook zomaar weer over. Vooral nou dat ik Norit er slikt erbij. Maar dat komt allemaal wel goed, ja. We gaan gewoon weer vol goede moed verder. En morgen komt onze Willy Wil wel weer. En ja... Patrick die heeft mij beloofd om de sleutels te brengen, want die had een foto gemaakt van een bos sleutels op zijn hand. En zie je, die zijn van mij. Ja, dus die krijg ik morgen terug. Wanneer, hoe, wat, weet ik niet. Maar we zullen het beleven. Ja, en Sky die hoeft niet binnen te komen. Die kan op zijn kop gaan staan om dubbeltjes te drieten, zeggen we dan altijd. Nee, die heeft het voor mij afgedaan. Ja, hij heeft zijn eigen kuil gegraven en hij heeft er zelf in gedonderd. Ja, kan er niks aan doen. Zulke soort mensen, die moet niet. Nee. Dus, maar oké. Mijn meisje is althans één, die ligt op de bank. Hé, Elwin, gaan we zo naar bed? Ja. Zeg maar ja tegen het leven. Waar is onze Rijka? Die is daar.
Rijka. Rijka. Kiekeboe. Reageert niet eens. Nou ja. Jij wel? Kopje omhoog, hè? Dat mooie kopje omhoog, hè? Ja? Moet je nog een cookie? Moet je nog een cookie? Wie moet er nog een cookie? Moet je nog een cookie? Moet jij nog een cookie? En Rijka dan? Rijka ook nog een cookie? Rijka, cookie! Rijka, cookie! Rijka! Rijka! Nou wel, heb je ooit. Kijk, die wil wel. Rijka! Koekoek! Kom dan! Kom dan! Koekje! Kom dan! Ga op de bank! Ga op de bank! Ja! Op de bank koekje ontvangen, hè? Goed zo. En Elwing ook. Goed zo. Lekker, hè? Was het lekker dat? Oh. Hé, zeg maar ja. Die doen we straks al dicht. Nou, dat was lekker, zeg maar. Hé, dat was lekker. Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterust allemaal. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit jullie bed zien te komen. Hoe laat het dan moet worden voor jullie. Moet je naar je werk, dan moet je er eerder uit dan eentje die er niet werkt. Zoals ik. Ja, ik werk wel, maar op een andere manier. Dus ja, ik heb dat dan gaat een scheid en dronken naadje. En ik moet denken dat Willy Wil wel weer komt. En dat ik mijn meisjes moet doen. En dat ik een vlog in elkaar moet zetten. Vandaag is het niet gelukt om er twee te doen. Omdat ik ook gewoon ja, weer met mijn buik zit. En onverwacht Mario visite kreeg. Ja, dan komt er niet veel van terecht. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Nogmaals, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En, jullie weten het hè, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!